Een archief is heel belangrijk om achter de andere kant van de geschiedenis te komen, waarover er niet verteld is in het verleden. Dat zegt historicus Kerwin Fata Black tegenover onze redactie. De geschiedkundige geeft aan dat er veel documentair bewijsmateriaal is over het functioneren van de koloniale staat, wat veel inzichten geeft over de minder bekende kanten van de geschiedenis. Nou, ik ben zelf echt opgeleid als een heel klassiek historicus die geschreven bronnen gebruikt voor het onderzoeken van het verleden. Dus veel minder met bijvoorbeeld orale tradities of andere soorten van informatie werkt. Maar dus echt met die geschreven archieven. En dat is wat de koloniale overheid veel geproduceerd heeft. Dus eigenlijk als je het vergelijkt ook met andere kolonies in de wereld, is er van Suriname heel erg veel archiefmateriaal. De Sociëteit van Suriname heeft heel erg veel archiefmateriaal geproduceerd en bewaard. De West-Indische Compagnie minder, maar het ministerie van Koloniën in de 19e en 20e eeuw ook heel erg veel. Dus er is veel documentair bewijsmateriaal, zou je kunnen zeggen, over het functioneren van de koloniale staat. En daarmee ook eigenlijk van de koloniale samenleving. En dat geeft, als het goed is, of als we dat op een goede manier doen, ook toegang tot de andere kant van de geschiedenis. Fata Black stelt dat de archieven je meenemen in het functioneren van de koloniale bestuurders en slaveneigenaren. Bij het tussen de regels doorlezen komt de lezer achter vele zaken over hoe de mensen in de koloniale tijd leefden en zich bijvoorbeeld hebben verzet. De archieven zijn eigenlijk heel erg goed toegankelijk. Dus er is een heel goed geoutilleerd archiefgebouw. Er is een leeszaal waar archieven kunnen worden geraadpleegd. En wat eigenlijk ook heel erg mooi is, is dat er veel meer digitalisering is geweest. Waardoor ook vrij toegankelijk vanaf het internet mensen zelf de archieven kunnen raadplegen. Dus Fata Black benadrukt dat als het gaat om de toegang tot oude documenten, het nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij verwijst naar de koloniale archieven die in 2017 zijn teruggebracht naar Suriname.